Een klein vraagje. Wie van u, dames en heren, heeft er net als ik op de Torbekke scholengemeenschap gezeten? Dat zijn er een aantal. En wie van u herinnert zich nog de grote avond? En ook de wat oudere mensen bovenin misschien. Wie van u herinnert zich nog de grote avond? Dat zijn er een aantal. Ik herinner mij dat als de dag van gisteren, dan had je het gevoel van muziek. En dan stond je voor het eerst in de schijnwerpers van toen nog Odeon. En dan hield iemand je tegen omdat je niet te ver naar achter ging met het risico dat je de microfoon om zou stoten. En dan realiseerde je, wat zou het prachtig zijn als je ooit in een theater zou staan en daar jouw act zou mogen doen. Een liefde die ik deel met Fleur Broek. Ik ben Fleur Broek, ik ben 17 jaar en ik zit in 5 ateneum op Torbekke. Sinds ik op de basisschool in groep 4 een meester heb gehad, meester Max, die speelde altijd gitaar met de hele klas. Ik kreeg toen altijd liedjes mee naar huis en daar ben ik mee begonnen mee te zingen. Hij heeft altijd gezegd, je moet later iets met zingen gaan. Pray for this heart to be unbroken. Waar ik ben, is de grote avond hier. En ik heb nu 4 jaar meegedaan met 4 verschillende nummers. Ik ben daar begeleid door mijn nu zangleraar. Ik heb zangles genomen en dat heb ik nu 1 jaar. Ik ben dit jaar uitgekozen om mee te doen aan Latent Talent voor de Torbekke. En daar ben ik heel erg blij mee en ik vind het sowieso heel erg leuk dat ik hier in de spiegel mag staan en voor jullie allemaal een nummer mag zingen. Was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. Ik krijg jouw rimpels in mijn huid. En jij hebt jouw ideeën en ik heb mijn ideeën. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die jij zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Maar papa, ik lijk steeds meer. Streng zijn. Heer God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke man. En misschien ben ik geworden wat ik helemaal niet kan. Maar papa, ik hou steeds meer. We komen elkaar.
Met een oprecht en welgemeende snik in haar stem. Fleur Broek. Geef ze een oor voor over de applaus. Misschien, ik had alleen op het lijstje staan Fleur Broek. U bent meneer Broek? Nee, ik ben de oud-docent Engels van Fleur. De oud-docent Engels van Fleur. Je had zoiets als ik ooit in mijn carrière een pianist wil, dan neem ik mijn oud-docent Engels. Of, wat is het? Nee hoor, ik kon het altijd al heel goed vinden met Wouter, dus... Geef me een hartelijk applaus, Wouter. Dan dankjewel. Ik geef met Fleur praten als je het goed vindt. Dan kom er even bij, Fleur. Dat is een bijzonder lied. Ja, dit is theater, een breekbaar liedje. Ja, dat klopt. En voor mij ook wel. En dat is ook waarom ik het heb gezongen. Gewoon heel veel emotie. En dat is voor mezelf ook fijn. Dan kan ik lekker inzitten en lekker gaan. Het ligt heel dicht bij jezelf. Ja. Ik vond het heel mooi om te horen. Ik vind het altijd heel mooi als mensen kiezen voor een liedje wat echt heel oprecht, dicht bij jezelf ligt. Dat je het ook kunt horen. Dat maakt het extra bijzonder. Dus mijn oprechte bewondering bij deze. Geef er een oorverdovend applaus. Fleur Broek. Namens de Thorbecke Scholengemeenschap. Kortweg het TSG.